Bij een gruwelijk auto-ongeluk in het Limburgse Venraai zijn vannacht twee doden gevallen. Een ander raakte zwaar gewond. De automobilist raakte rond half één vannacht de macht over het stuur kwijt. En zijn wagen kwam uiteindelijk op zijn kop terecht. Twee inzittenden overleden ter plaatse. Het derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de oorzaak is van het ongeluk, is nog niet bekend. Een andere auto, die niks met het incident te maken had, raakte beschadigd. Waarschijnlijk werd hij geraakt door onderdelen van de verongelukte auto. De inzittende van deze wagen bleef ongedeerd.